Iedereen riep. Oh, Heeper de Piep. Kan die niet? Dit, nee. Dit kan. Ja, dan moeten we kunnen het vervangen voor Kobbel. Oh, dit kan dus duidelijk wel niet. Wauw, plaatsfaal. Dan moeten we even Kobbel doen. Gaan we halen, wacht. Ik haal 2 Kobbel en dan kunnen we het gewoon vervangen. En dan... De vervangers. Perry. We hebben hier een boom. Boom. Die andere was groter en ik heb een sapling. Ik heb er 2. Ja, joh. Tomatenplukkers. Tomatenplukkers. Oké, we hebben 2 Kobbel. Er is nacht. Die je normaal alleen in films ziet. Er is een nacht dag dat ik hem. Oké, we zijn misschien een van die 2 door het verloren, aan de zijkant. Maar dat maakt niet uit, is oké. Okay. Maar juist, we verliezen nu of cobblestone. En ik verlies levens, want ik heb misschien geen eten. Dus ik kom nu naar boven, mijn spullen dumpen in de chest en ik pleeg zelfmoord. Ik heb een punt hier. Als we nu dit cobblestone daar hakken, wat jij zo prachtig hebt geplaatst, Ja, dan zijn we het kwijt. Dan zijn we de cobblestone kwijt. Ja, boeit niet. Hoeveel dirt heb je? 16. Oké. Ja, dan zijn we het maar kwijt. We niets van te doen. Die wordt gevangen in het mooiste licht. Ja, we hebben ook geen... Oh, kijk. Die rand mag wel kobbel, want daar gaat het. Ja, dat scheelt toch weer. Als jou gewoon opvult wat ik mee hak. Oh, daar was het. En je hebt het verpest. Sorry, kom. Platzieren als bitte. Ich bin unterwegs, mein Freund. Toll. Franz, platzieren. Aber natürlich, Klaus. Aber natürlich. Toll. Wie viel hast du noch? 2. 1, 2, perfekt. Aber ich habe noch 4, also wir können das auch hier schon... Ich habe Bomben erplantet. Ich bin nicht erplantet, gut Deutsch ist. Und aber wir müssen ein... Ich Kobbelstone und dann... Ich habe einen Apfel. Nein, die Dirt ist Fuzzi, aber kein Problem. Okay, aber ich habe mal einen Apfel. Ein Apfel, stopp es in die Chest. Es ist auch eine Challenge, eat den Apfel? Nein, aber kein Problem. Even eine Verbindung verbreken auf Deutsch setzen mit Textschillingen? Ich kann ihn selbst mal plegen. Houdoe. Houdoe. Er ist noch. Oké, okay. Tol. Kijk mijn parcours. Kijk mijn parcours. Waar is je parcours? Oh ja. Hey, maar John, ik vind het even een mooie timing om deze record sessie af te sluiten. Vind je ook niet? Ja, helemaal mooi. Wauw. Uitbundige reactie. Eindelijk, het was een ramp. Het was zo irritant. Maar ja, ik hoop dat jullie deze serie leuk vonden, de video's leuk vonden. Als je de video's leuk vond, kan je ze een like geven. En we gaan natuurlijk verder, denk ik, binnenkort. Oh ja, nee, dat is nuttig. Ja. Oh. Ik leef, ik heb nog een half hartje, ik ben goed. Je bent heel goed. Heb je nog iets te zeggen, John? Iets nuttigs? Of iets niet nuttigs? Mag allebei. Meen we die? Wat ik had je bij je? Niks. Ik ben het doodgevallen op de stenen laag hieronder. Maar vertel, heb je nog iets nuttigs te zeggen? Iets niet nuttigs? Mag allebei. Als je deze video leuk vond, kan je hem een like geven. Hoeft niet, alleen als je hem leuk vond. Nou, dat is fijn dat jij nog een keer herhaalt wat ik zei. maar ja. Okay. Bedankt voor het kijken en... Tot de volgende keer. Dank je. Hallo, mijn Joost en. Yo, Sean. En wij gaan weer verder met onze 4-pillar survival serie. En wij gaan gewoon direct weer verder. Peter de Torch, die staat weer de boel te verlichten. En we hebben dingen gedaan. We hebben namelijk kobbel gehakt. Ik heb 13 kobbel nog in mijn inventory. En er zit nog 27 in de chest. We hebben er een dual cobblestone generator van gemaakt. Dus dat gaat allemaal een tikkeltje sneller. En ja, dat is het ongeveer. We hebben even wat het water gefixt. Zoals je ziet is dat waarschijnlijk nu nog naar beneden aan het gaan. Ja, daar. Want het was een beetje derp. En dat, ja, dat ging dus een beetje. Oh jee. En dat wordt nu gefixt. Vertel. Ik ben op de verdieping hieronder en er is geen water meer. Dat kan ik nu weer openen voor jou. Want het is helemaal mooi. Komt ie aan. Yay. Woe. Ik zit vast. Oké, wat gaan we als eerste doen? Gaan we even het platform even mooi maken aan de linkerkant? Want dit is wel echt dat je denkt van wauw. Hoe wil je dit mooi maken met cobblestone? Ja, stap 1. Wat is dit? Nou, dat is dus een... Een rand. Ik vond het wel vet eigenlijk, maar... Oh jee, ik ben er. Oké. Okay. Stap 2. We even dit platform hier eventjes een klein beetje groter maken. En volgens mij kunnen we geen infinite water source maken, toch? Met één... Nee, met één bucket kan dat niet, toch?
Nee, volgens mij niet. Maar misschien ja, dit kan ook weer weg. Dus. Ja, maar ik vond het juist ook wel. Ik vond het wel, ja. Oh, vind ik mooi? Oh, ik dacht, nou, makkelijk, sorry. Ja, mooi is anders, maar zo moet het wel. Ja, kijk. Kijk, dit is hem. Nu lijkt het echt op een heel mooi cobblestone platform waar we niks in hebben. Cobblestone is ook zo mooi. Oh, goshie. Mag ik voor hem? Ik wacht. Ik ga ondertussen wel even verder met het vermooien. Oké, even naar boven. Ben ik weer? Jee. Jee, ik moest even aan, ja, mijn moeder. Moeders. Je kent ze. Toevallig, denk ik, hè. Je kent ze niet. Voel je niet aangesproken als je ze niet, ja, ja. Het is een grap. Dit moet, ja, oké. Okay. Verder. Maakt niet uit, John, maakt niet uit. Ja. Oh, dit heb je ook zo heel mooi gemaakt, dit ding hier. Ja, dat was net met, er moet even zo'n platform worden en dat is aan de andere kant, weet je wel. Alleen dan geen deur erin, gewoon waar we een huis kunnen bouwen, een stoeft. Ik denk ook wel dat we de deur erin moeten gaan. Dus we moeten eigenlijk zo'n ding maken naar daar. Ja, klopt. Dus we moeten dat eerst wel even doen. Nou, ja, wat is hier? Daar is iron. Wat willen we eerst? Dirt, want anders kunnen we geen bomen groeien en zo. Maar wat we gewoon kunnen dirt doen is, even kijken hoor. Hoe gaan we hebben ook, hebben we kool? Ik dus vind dat het er een beetje symmetrisch uit moet zien. Dus wat misschien het plan is, oké. Aan alle kanten in het midden dat we gewoon, maar niet in het midden, dat we aan deze twee kanten dit platform helemaal die kant op bouwen en helemaal die kant op. En dan kunnen we zo naar links naar rechts, snap je? Ja, dat snap ik, maar dan hebben we heel veel dirt nodig. Ja, maar dan doen we eerst gewoon een klein simpel cobblestone pad en naar die dirt toe. Ja, ja, we maken gewoon eigenlijk gewoon. En op een gegeven moment, we hoeven niet alleen maar dirt te doen, hè. We kunnen op een gegeven moment ook gewoon een, weet ik veel, een ander soort farm of iets doen. Of gewoon een pad. Ja, zo met klei, zo'n farm, weet je wel. Weet ik veel, iets. Of sand en dan wheat en dan, je weet het. Ja, een sandplatform. Ja, maar met cobblestone eronder. Oh. Komt goed, jingen. Oké, okay, dus we gaan hier zo verder bouwen. Gaan we daarin? Oké, okay, gewoon rechtdoor en dan richting de turtle. Ja, hak ik nog even snel een beetje kobbel ondertussen. Ik hoop dat ik het red, ik denk het niet. Met meneer Dual Cobblestone Generator. Ik denk niet dat het heel erg veel sneller gaat zijn, maar ik ben niet zo'n generator expert. Volgens mij is het wel een tik sneller hoor. Klopt, maar dat valt ook behoorlijk wat in de lava. Dus. Ja, dat klopt, maar dat was bij die single ook, dus dan. Correct. Hey Joost, ben ik zo ver genoeg? Nee, dan moet ik nog een stukje. Nee, ik moet nog wel verder, geloof ik. Ik ga mezelf maar plegen, want ik heb echt, wauw, gewoon lifeinch. Hey, how do we? Oh, er is een boom. Er is een boom. Yo. Oh, oké. Okay. Waar zijt gij? Ik ben even op dat ding aan het dingen. Nee, ik heb je laatste cobblestone gepakt. Want je hebt oh, we hebben weer een boom. Ik ga even de boom slachten. Joost, ik denk dat dit ver genoeg zit te lopen te wezen. Denkt u het? Dat weet ik wel. Ik zal even lopen te komen te kijken. Nee, dit is zo ver genoeg. Nu eindigt zeg maar dit ding. Precies op het moment dat die toren ook eindigt. Zeg. Dat vind ik hartstikke mooi. Ik zie jou. Hallo. Hallo, waar heb je cobblestone zitten lopen te hebben? Dat is in de cobble, in de chest. Maar het is niet zoveel. Nee, het is 4. Het staat 4 te wezen. Maar het... Nou, als jij er even in gaat staan, hè, dan hakken we even snel een paar kobbel. Hier, dan gaat het wat sneller. Oké, hoeveel hebben we nodig, denk je? Behoorlijk wat. Ik heb namelijk nu 1 kobbel. Weet je, we gaan ons even zetten we even de. Ik zou niet daar gaan staan waar je nu staat. Ik zou gaan staan waar je eerst ook stond, aan de zijkant. Want anders valt heel veel in de lava wat je normaal anders oppakt, zeg maar. Anders dan pauzeren we even de record en dan fixen we even het kobbel hakken, want het duurt lang. Dus ja. We zijn zo terug. Hallo allemaal, we zijn er weer. Zoals je ziet hebben we 2 bomen erbij gekregen. 2 bomen. En best wel groot, vind ik. Hartstikke. En we hebben lekker cobblestone zitten te lopen te hakken en dat was wel lach allemaal. Het was echt, wauw, tijd van ons leven. Ja, we hebben lol gehad toen. Veel gelachen ook. Veel gelachen tijdens het cobblestone hakken was echt interessant. Ja, ja, jullie hebben echt wat gemist. Waarom? Wow. Ja, jammer dat jullie er niet bij konden zijn. Ik. Jammer. We hadden jullie heel erg gemaakt natuurlijk. Dat was echt, wauw, dat was echt leuk. Ja, ja, ja. Ja. Wow. Oké, okay, maar we gaan verder met ons geweldige platform. Wat gaan we... Oké, okay, je was op het niveau van de torrents, hè? Ja. En dit is het midden, oké, okay, dan. Ga ik deze kant op. Toren, kom maar aan. Ik ga een schommel maken. Het handigste is geloof ik als we aan de onder... of is het handigste als we aan de bovenkant van de toren beginnen? De bovenkant, hè? Ik ben met de toren. Ik denk de bovenkant inderdaad. Maak even een omloopplatform omheen. Zo. Ik durf mijn deur dicht. Doe dat.
Je raadt nooit hoe je inventory heet in Nederlands. Inventory? Nee, inventaris. Wauw. Nou ja, dat is het. Luxe. Zo luxe, meneer, wordt hem helemaal onder de indruk. Ik ga even dirt hakken. Doe dat. Je moet wel eerst even de bovenste laag doen, hè? Want het moet, dus je moet even naar de top klimmen ook. Moet dan? Ja. Gewoon even dingen weghakken en dan weer onder je terugplaatsen en dan zo naar de top klimmen. Yeah, ik heb gravel. Ik maak even van die geweldige dingen. Lekker duidelijk. Oké. Okay. We zijn ook bij de Obsidian Toren ook. We hebben er echt nog heel weinig aan. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben er zoveel aan dat we er niks mee kunnen. Volgens mij duurt nog even bij de top, Daniel. Je gaat redelijk snel. En ik op de helft? Bijna. Oh, ik verlies wel wat dirt. Ik zal nog even de opvangrand even iets breder maken. Ja, als dat kan, want ik heb bijna geen... Joost? Ja? Ik heb bijna geen dirt. Ik zal even de opvangrand fixen. Nee, maar hoe krijg jij dat boven? Hoe krijg ik wat? Je hebt geen dirt meer nodig, hè? Heb je kobbel? Nee. Heb je iets? Ja, nu nog dirt. Ben ik op de helft? Ben ik al bijna? Je bent er bijna. In ieder geval over de helft. Maar het valt nu allemaal op de opvangrand, dus dat is positief. Ja, niet voor mij. Je pakt wel op, toch? Ja, deel. Hoeveel heb je nog op dirt? Ik heb steeds meer 0 dirt en dan krijg ik weer 4. Ben ik er bijna? Ja. Nu krijg ik er 3. Niet vallen. Niet vallen. Even kijken, ik maak er van allebei de kanten 3. Kalm, John. Rustig, jongen. Ben ik er bijna? Ja. Oké, dan heb ik serieus 1 blokje dirt. Dan moet ik even mijn gravel opmaken. Nee, ik heb niks op. Je hebt er nog 1. Eentje boven. Ik kan. Ik kan er niet bij. Ook niet springt en dan hakt? Nee. Heb je nog iets in je inventory? Nee, een appel. Hoe durf je? Hoe kan dit? Dit dan? Nee. Wauw. Dit is heftig. Maar je kan er toch makkelijk bij? Nee. Hoe kan ik er makkelijk bij als ik 1 blokje te weinig heb? Zullen we hem gewoon laten staan? Nee, er zit een chest op. Normaal niet. Jawel. Oh, nu... Joostje doet het maar, ik ga naar beneden graven weer. Ga maar, doe met je shovel. Ja. Ik kom er weer aan. Jij bent expert, Joostje neemt gewoon heel veel... Ja, ik ga wel naar beneden hakken, want dat lukt wel. Maar ik moet eerst even boven zijn geweest. Tuurlijk niet, als ik zeg maar om die 3 naar beneden, zeg maar een soort van alleen in de buitenrand hak. Ja, is goed, is goed. Zeg maar zo'n trap en om de buitenrand, je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Zeg maar even jouw jou shoveled geeft. Ja, ik maak er zelf nog een paar, want als ik beneden ben is hij dood. En ik geef jou mijn dirt. Is goed. En dan is operatie toren nummer 1 eindelijk begonnen. Die was in principe al begonnen, maar... Oké, verder hoeft niet. Oké, wacht, ik geef je mijn dirt. Keep test. Dank en u. Ik ga de shovel maken. Ik ga geen shovel maken, want er zitten allemaal mobs hier. Wacht, ik heb hout in mijn inventory. En ik heb kobbel, dus hier is hout. En kobbel? En hier is kobbel. En, oké, dan maak ik hier een crafting bench. Bench, wauw. Spring er bijna vanaf. Ja, als je heel hoog zit, dan wordt het nog erger. Ik ga het maar niet proberen. Ben ik er bijna? Ja. Ziet er wel cool uit vanaf boven. Ja, want ons zo lelijke... Dingetje ziet er van boven niet zo heel slecht uit. Mm-hmm. Ja, we moeten hem even nog symmetrisch maken. Ja, maar dat zie je nog hier niet. Oké, okay, je moet even platform beneden. Heb je nog iets van een kobbel? Nee. Ik ben gewoon naar beneden aan het hakken. Ik gooi, want er zit... Wat, ik kan de spullen gewoon uit de chest halen. We hebben spawn chicken. Chicken. Yay. Spawn eggs.
Oké, dit is best wel gevaarlijk eigenlijk. Ik ben onderweg naar beneden. Misschien wel gevaarlijker dan naar boven.